Een massale klopjacht in Amerika op de 40-jarige Robert Card. Verdachte van het aanrichten van een bloedbad in het stadje Lewiston in de staat Maine. Card zou daar met een semi-automatisch wapen hebben rondgeschoten. En daarbij zijn volgens Amerikaanse media 18 dodelijke slachtoffers gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Onze correspondent in Amerika, Paul Jansen. Paul, helaas hebben we het vaker over mass shootings in Amerika, maar dit is wel een hele gruwelijke, hè? Ja, het is hier helaas inderdaad aan de orde van de dag. Met in oktober alleen al 42 mass shootings. En de mass shooting wordt hier in Amerika gedefinieerd als een schietpartij waarbij minimaal 4 doden en of gewonden zijn gevallen. Dus het gebeurt elke dag, maar niet in de gruwelijke omvang die nu is geweest in dat stadje Lewiston in Maine. Daar gisteravond, aan het begin van de avond, liep een gewapende man met een geweer meerdere locaties binnen, een bowlingcentrum en een bar, en begon in het wilde weg om zich heen te schieten met de fatale, de gruwelijke gevolgen die dat tot gevolg had. De man is vervolgens weer spoorloos vertrokken en dat heeft naast heel veel paniek en leed ook een heel veel angst in de regio gecreëerd, met honderden agenten die nu op zoek zijn naar de vermoedelijke dader die officieel een person of interest wordt genoemd, deze 40-jarige Robert Card. En er wordt volgens mij ook nu gewaarschuwd voor mensen in de omgeving waar hij zich zou kunnen bevinden om, ja, denk ik, veilig te blijven, hè? Ja, scholen zijn dicht. Mensen worden geadviseerd om binnen te blijven zolang deze persoon nog niet is opgepakt door de politie. Zijn auto is 13 kilometer verderop aangetroffen in het plaatsje Lisbon. En sindsdien ontbreekt elk spoor. Dus overheidsdiensten zijn met man en macht op zoek naar deze person of interest die als vermoedelijke dader wordt aangemerkt. En de hoop is dat hij op korte termijn zal worden opgepakt. Het nieuws ontwikkelt zich natuurlijk snel. Er gingen verschillende aantallen over het aantal dodelijke slachtoffers en het aantal gewonden. Dat lijkt dus nu 18 te zijn, dodelijke slachtoffers. Is dat bevestigd? Ja, het nummer van 18, of het aantal van 18, wordt nu inderdaad op een persconferentie die zojuist hier is begonnen, wordt genoemd. Maar ik moet er wel bij aantekenen dat dode aantal toch wel erg fluctueert. We hebben getallen gehoord van 15, 16, maar ook 22 en in enkel geval zelfs 26. Maar 18 is nu bevestigd. Dus we zullen moeten kijken hoe dat zich verder ontwikkelt. Daarnaast veel gewonden en allerlei mensen die zich melden bij ziekenhuizen, lokale ziekenhuizen, maar ook bij een middle school, wat als centraal opvanglocatie is aangemerkt in de omgeving. Mensen die zich daar melden, wanhopig op zoek naar een teken van leven en naar nieuws over hun dierbaren, die in die bar waren of in dat bowlingcentrum, waar op deze woensdagavond volgens mensen uit de omgeving ook veel tieners een avondje aan het bowlen waren. Nou ja, veel ouders die dus op zoek zijn naar kinderen die kwijt zijn, die al dan niet gewond in het ziekenhuis liggen, of misschien wel erger. Dus het is paniek alom in Maine. Ja, hij zou geschoten hebben met een semi-automatisch wapen. Ik zag al iets voorbij komen van een getuige die verstopt zat achter zo'n plek waar die bowlingballen uit de grond komen. Ja. Heeft hij daar lang huis gehouden? Weten we al iets van de details over hoe dat dan is gegaan? Nou, er is niet heel veel bekend. Wat wel is aangegeven is dat deze mogelijke verdachte een wapeninstructeur is. En hij wordt ook in verband gebracht met het leger als reservist. Het gaat om een 40-jarige man, maar ook een man die in het recente verleden mentale problemen zou hebben gehad. Nou, dat zijn ongeveer de enige aanwijzingen die er op dit moment rond deze persoon bekend zijn. Ja, verder is volstrekt onduidelijk wat hem heeft bewogen om deze gruweldaad uit te voeren. De man zou stemmen hebben gehoord, wordt gezegd. Maar ja, daarmee pak je nog geen semi-automatisch wapen, een AR-15 en ga je in het wilde weg om je heen schieten. En dat is precies wat er volgens getuigen hier is gebeurd in dat bowlingcentrum, waar inderdaad mensen zich hebben verstopt achter die kegelmachines om maar weg te komen. Vertelde iemand dat hij op de bank zat, net zijn
zijn bowlingschoenen aan het aantrekken was en toen in een keer geknal achter zijn rug hoorde, waarvan hij nog dacht, nou, dat zullen wel ballonnen zijn. En hij draaide zich om en ze keek dus recht in het gezicht van deze man die blind om zich heen aan het schieten was. En wat ook opvalt is dat de twee locaties niet echt bij elkaar in de buurt liggen. Ze zitten op circa 4 kilometer tussen. Ze liggen op verschillende plekken aan de rand van het stadje. En deze man heeft dus eerst de ene locatie bezocht, is daar dood en verderf gaan zaaien en vervolgens in de auto gestapt, een aantal kilometer gereden naar de andere plek en is daar van vooraf aan begonnen. Wat deze man beweegt is volstrekt onduidelijk, maar de overheidsdiensten hopen wel hem snel in de kraag te vatten, zodat het niet erger wordt. Ja, Biden heeft inmiddels ook gereageerd en uiteraard ook zijn steun en medewerking uitgesproken, maar de discussie over wapenbezit zal dus wel wederom gaan oplaaien daar. Ja, dat zit er dik in. Zoals gezegd, mass-shootings zijn hier helaas aan de orde van de dag. Je moet je voorstellen, het aantal doden door vuurwapengeweld in Amerika is dit jaar al op ruim 35.000 slachtoffers gesteld. En het jaar is nog niet eens voorbij, teken ik dan maar aan. Dus het zijn duizelingwekkende aantallen waar hier in Amerika mee te maken hebben. En dat betekent tegelijkertijd dat mensen op een gegeven moment ook murf raken van al dat vuurwapennieuws. He, zoals gezegd, deze maand alleen al enkele tientallen mass shootings. En het haalt bijna eigenlijk niet meer het landelijk nieuws. In dit geval weer wel, omdat deze daad groter is qua slachtofferaantal dan gemiddeld in Amerika. En dus is er wel belangstelling voor in de landelijke media. En de discussie die daarop ontstaat, kan je doorgaans altijd in twee kampen verdelen. Er zijn mensen die zeggen, ja, zie je, dit gaat van kwaad tot erger. Kijk naar de verschrikkelijke aantallen. We moeten nu echt meer doen om dat wapenbezit in Amerika, wat wijdverbreid is, om dat verder te beperken. Nee, zeggen tegenstanders, want deze shooting had niet zo erg kunnen zijn of hoeven zijn als er mensen in bijvoorbeeld zo'n bowlingcentrum waren die zelf een wapen hadden gedragen om deze dader meteen neer te knallen. Nou, en zo zie je dat zo'n discussie al meteen in twee kampen gaat, twee richtingen op. En er is weinig wederzijds begrip voor beide standpunten. Nee, en ondertussen is de trieste balans dat er dus vermoedelijk 18 doden zijn gevallen. Veel gewonden bij deze vreselijke schietpartijen. Paul, dank voor nu. En als er meer ontwikkelingen zijn, dan is het uiteraard ook te zien op de site van de Telegraaf en in de krant. Dankjewel.